Goedemiddag allemaal, ik is Taryn Skooman. Ik en Helen Jack is deel van een groep vrouwenactivisten in Namakwaland wat besluit het om donderdag een bidsessie en een stille protest te hou. Ons doen dit juist om op te staan tegen gender-based violence. Soos hoop om allemaal daar te zien. Ons begin met een bidsessie so 9:45 op Springbokse sportsgronde en van daar af gaan ons in die hoofstraat van Shoprite tot bij KFC langs die pad staan met een plakkaat wat jou boodskap oordra teen gender-based violence. Ons hoop om bewustmaking te brengen tot die probleem in Suid-Afrika zodat ons dit kan verminderen.